En als ik dit doe? Heb je me nou nog verstaan? Ah, ja. Gaat vandaag je telefoon thuis? Dan zou ik lekker opnemen, want misschien ben ik dat wel. Ik ben vandaag callcenter medewerker. Samen met Alex. Alex, jij bent callcenter medewerker. Nou word ik zelf ook heel vaak op de meest onmogelijke tijdstippen gebeld. Maar wat doen jullie hier precies? Nou, wat wij hier doen is anders dan de mensen die jou bellen op tijdstippen waar je er misschien helemaal niet op zit te wachten. Mm-hmm. Want wij doen eigenlijk alleen maar inbound. Houdt in dat mensen ons bellen met vragen. Ik ben er echt eigenlijk ingerold vanuit mijn economische studie. Dacht ik, ja goed, bij een bank werken sluit best goed aan. Ja, de balletjes gaan rollen en nu werkt er al een tijdje. Ja, wat goed. Ja. Nou, dit is jouw werkplek. Ja. Waarom bellen mensen jou? Nou ja, de afdeling waar ik werk heet dagelijks bankzaken. Het is toevallig dat mensen bellen voor bankzaken. Ik doe zelf ook heel vaak aan bankzaken, vooral op zondag. Oh ja, Netflix. En dit zijn onze gadgets van vandaag. Ja. Kunnen we ook met elkaar bellen hierdoorheen? Ja, ze zijn gekoppeld als het goed is. Ja? Ja. Alex, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Hey, waar is hier het koffiezetapparaat? Ik weet niet precies waar je bent. Maar als je ergens naar links gaat en dan weer naar rechts, dan kom je als het goed is uit bij een koffieautomaat. Hey, wat doe je als je mensen niet kan verstaan? Wat zegt u? Nee. Als de lijn heel slecht is of ze iemand niet kunnen verstaan, dan weten we vaak wel waar het op komt. En dan moet iemand van speaker gehaald worden of zo. En als ik dit doe? Heb je me nou nog verstaan? Ah, ja. Dat klinkt als een soort tunnel. Maar dat gaat vanzelf erover, denk ik. Hey, en volg jij nou voor elk telefoongesprek ook een vast protocol? Niet zozeer een vast protocol, maar wel een soort structuur. En dat gaat om dat je eerst het probleem inventariseert. Doorvragen, het probleem heel duidelijk krijgen. En dan uiteindelijk kom je dan dus met de oplossing. Ja, wat wel leuk is om te weten is... Als wij op de mute-knop drukken op het toestel, dan hoort de klant ons niet meer. Maar wij de klant nog wel. Dus het gebeurt wel eens dat de klant dan daarna nog een mening over mij heeft. En dat kan beide kanten op. Als callcentermedewerker moet je natuurlijk heel goed kunnen luisteren. En goed kunnen communiceren. Ja, maar ook klant- en servicegericht zijn en affiniteit hebben met het bedrijf. Goedemiddag, u spreekt met Alex Kammerman. Waarmee kan ik u helpen? Het rekeningnummer heb ik allemaal doorgekregen. De persoonsgegevens kloppen dus ook allemaal. Ja, ik heb even gekeken en nog een aanvullende vraag. Waar bevindt u zich op dit moment? In Albanië. Okay. Albanië valt in die zin net buiten de Europese Unie. Ik denk dat we nu even de pas op wereldprofiel moeten zetten. Vrij snel geregeld. U staat nog in de winkel nu? Oké. Suzuki is om het even opnieuw te proberen. Misschien kunt u even een telefoon blijven. Kijken we gelijk of die werkt. Oké, top. Het lukt? Ah, top. Nou, geweldig. Goed zo, dan nee. Nou. Gewoon mute. Zo. Je hebt gewoon iemand helemaal blij gemaakt nu. Ja, toch? Ja. Het kan heel makkelijk zijn. Nou, Lonneke, ik denk dat jij de volgende wel zelf kan. Ja. Goedemiddag met Lonneke Wasmas. Waar kan ik u mee helpen? Hi. Oh, wat vervelend. Dus wat ik eigenlijk begrijp is dat uw portemonnee gestolen is en u wil graag die pas denk ik dan laten deblokkeren. Blokkeren. U wilt uw pas natuurlijk laten blokkeren, sorry, excuus. Nou, dan ga ik eventjes voor u uitzoeken. Ik zet u wel eventjes in de wacht. Ik zou aanbieden om de pas nog even te blokkeren. En u heeft verder goed geïnventariseerd, dus volgens mij is dat het hele probleem. Dus je kan de klant uit de wacht doen. Ja. Dag meneer, sorry, daar ben ik weer. Ja, je pas is geblokkeerd. Ja, bij vragen of andere dingen kunt u ons altijd bellen. Ja? Ja, graag gedaan. Doei! Oké. Gaan we door? Ja, toch? Zeker. Ja, super druk, dus let's go.